Hey mensen, in deze video gaan we kijken naar de Sennheiser CX300 tweede generatie. Spoiler alert, deze oortjes zijn echt goed. Laten we beginnen met de eerste ervaringen die ik had met deze oortjes, namelijk het uitpakken. Helaas levert Sennheiser de CX300 in een plastic verpakking die je echt niet normaal open kunt krijgen. In de verpakking vind je de oortjes zelf, met kleine normale en grote dopjes. Ook vind je de super chill bewaarintuïtje, wat ik natuurlijk een mooi detail vind. Het design van de oortjes is erg simpel, maar heeft een paar leuke details. Zo is bijvoorbeeld het kabeltje van het rechteroortje langer, zodat je dit kabeltje om je nek kan laten lopen. Hierdoor herken je het rechteroortje ook gemakkelijk. Je kunt de oortjes ook onderscheiden door de letters R en L die onder het Sennheiser logo staan. Een nepchrome randje geeft een mooie afwisseling van het zwart. De kabel van de oortjes voelt erg dun en heeft snel last van kabelbreuken. Bewaar je bon dus goed voor bij garantiegevallen. Door de kabellengte van 1,2 meter is het kabeltje meer dan lang genoeg. De 3,5 mm stekker maakt een hoek van 90 graden en voelt bovendien erg stevig aan. De kabel die wordt gesplit door een splitter met erop het modelnummer van de oortjes. Geluidskwaliteit en draagcomfort zijn beide subjectieve onderdelen, maar ik zal mijn best doen alles zo accuraat mogelijk te vertellen. Het geluid van de oortjes is niet super accuraat, doordat de bas iets wat zwaar is en de mids een beetje wegvallen. Dit vind ik persoonlijk geen nadeel, aangezien ik een bass-heavy persoon ben. Doordat de oortjes in-ear zijn, wordt veel achtergrondgeluid gedempt. Voor mensen die veel gebruik maken van het OV is dit fijn. Maar voor mensen die in de klas oortjes dragen, zal dit storend zijn. Draagcomfort was prima. Tijdens het hardlopen gingen de oortjes soms een beetje los zitten, maar dit is natuurlijk te verwachten. Bij normaal gebruik zitten de oortjes echt goed en zijn ze nog nooit uitgevallen. Doordat de oortjes in-ear zijn, voel ik na het dragen van meer dan 1 uur wel een beetje druk achter mijn oren. Dit heb ik tot nog toe bij alle oortjes gehad. Dus, dan is het tijd voor de conclusie. Al met al raad ik de Sennheiser CX300 Mark II aan, wanneer je op zoek bent naar oortjes voor onder de 30 euro die in-ear zijn. Als Sennheiser in de toekomst iets wil verbeteren, mogen ze zeker kijken naar de stevigheid van de kabeltjes en als ze nog extra budget over hebben, naar een iets fijnere verpakking. Deze video is trouwens gefilmd in een iets andere stijl dan normaal. Ik heb namelijk een autocue gebruikt met een uitgetypte tekst. Dit zorgt eigenlijk dat ik iets rustiger kan praten en ook dat ik heel accuraat alle informatie kan vertellen. Dit heeft wel twee nadelen. Ten eerste, ik heb hier lang aan gewerkt, dus doe een duimpje omhoog. En ten tweede, misschien praat ik wel heel anders met minder gezichtsuitdrukkingen ofzo. Laat zeker wat feedback achter beneden in de comments. Geef deze video zoals je vertelt een duimpje, want het script uittypen, dat is natuurlijk veel werk. En doe ook een duimpje omhoog als je het chill vindt dat ik wat andere stijlen probeer om dit kanaal te verbeteren. Tot in de volgende video.